Hoi, dit filmpje gaat over de tweede vraag van het HAVO herkzameschijkende 2019. We gaan het hebben over sterretjes. De eerste vraag is 6. Nou, die sterretjes, een van de dingen die daarbij gebeurt is het verbranden van ijzer met zuurstof. Een extra term, reactie staat daar. En dat moeten we gaan uitleggen aan de hand van de reactiewarmte van die reactie. En daarbij staat er ook nog bij dat we Binastabel 57a moeten gebruiken. Nou, wat staat er in die tabel? De vormingswarmte. En de vormingswarmte van Fe2O3 is een negatief getal. Min 8,24 x 10 tot de 5 joule per mol. Nou, wat is nou vormingswarmte? De definitie van vormingswarmte is: hoeveel joule is er nodig of komt er vrij als je een mol van een stof maakt uit elementen? Nou, want eigenlijk gebeurt dat hier ook. Want dat Fe2O3 dat wordt hier gevormd uit elementen ijzer. En zuurstof. Dat betekent eigenlijk dat de reactiewarmte van deze reactie, als je het per mol Fe2O3 zou bekijken, gelijk is aan de vormingswarmte van Fe2O3. Nou, die vormingswarmte eh, is een negatief getal. Dus is de reactiewarmte hier ook een negatief getal. En dat betekent weer dat de reactie exotherm is. En dat moesten we uitleggen. Want als er een negatief getal staat, dat is de afspraak, is de reactie exotherm. En dan kunnen we door naar de volgende vraag, 7. Hier gaan ze dat sterretje in een smalle open fles doen. En dan is bij 7 de vraag eh, dat het wel even een paar seconden een volkerregen te zien is, maar daarna dooft het uit. Hoe kan dat nou? Nou, wat is nou die volkenregen? Dat gaat eigenlijk over de reactie van net, dat hij ook in woorden in de tekst opgeschreven, dat wegvliegende ijzerdeeltjes met zuurstof uit de lucht reageren. Nou, dat is eigenlijk al een beetje de clou naar het antwoord, want in die fles zit maar een klein beetje zuurstof. Eigenlijk moet ik zeggen in de lucht in die fles. Nou, dat reageert natuurlijk heel snel eh, en dat betekent dat het zuurstof snel op is en dan niet meer kan reageren met ijzer. En als de reactie stopt, dan stoppen de vonken ook. Dus vandaar dat de vonkenregen snel uitdooft. Kunnen we naar de volgende vraag. Eh, bij 8 moeten we gaan uitleggen waarom het sterretje wel opbrandt. Dat staat hier bij C. En dat betekent eigenlijk dat die reactie ergens anders zuurstof vandaan moet halen. Nou, dat zou kunnen dat er in het sterretje nog een andere stof zit waar die zuurstofleverancier levert. Nou, dat is eigenlijk het antwoord op de vraag. Nou, denk bijvoorbeeld aan nitraten in vuurwerk. Nou, er wordt eigenlijk aan het begin van de vraag al iets verklapt. Daar staat de reactie tussen aluminium en bariumnitraat. Nou, dat bariumnitraat, daar zit ook O in. Maar je hoeft er niet zo specifiek op in te gaan in je antwoord. zoek maar één puntje. Maar je moet wel uitleggen dat er ergens anders uit een van de andere stoffen in de sterretjes, dus niet uit de lucht, zuurstof komt. En dat die ervoor kan zorgen dat uiteindelijk al dat ijzer wel helemaal Verbrand. En dan is het sterretje helemaal opgebrand. Dan kunnen we naar vraag 9. Uh, dit gaat over de opbouw van een atoom ijzer met een massa van 56. En dan hebben we ook nog te maken met de elektronenschillen. De K, L, M en N-schillen. Nou, er staat gelukkig al een hoop gegeven. En die K, L, M en N-schillen zijn eigenlijk de schillen waar ze elektronisch over verdelen. Uh, je moet weten dat de K-schil maximaal 2 elektronen kunnen, in de L-schil maximaal 8. En de M- en de N-schil, die hebben ze al verklapt. Wacht, we gaan de stap even langzaam door. Uh, want we moeten hier de protonen, de neutronen en de elektronen gaan noteren. Nou, dan beginnen we met uh, de protonen. Nou, het element is ijzer, dus uh, kun je opzoeken wat het atoomnummer van ijzer is. 26 betekent dat die 26 protonen heeft. En die zitten in de kern van het atoom. Gaan we naar de volgende de N van neutronen? Nou, dan moet je kijken naar de massa. De massa is hier 56. En als je het massagetal 56 eh, neemt en daar het aantal protonen vanaf haalt, dan hou je 30 over. Dus er zijn 30 neutronen. En die zitten ook in de kern. Nou, gaan we naar de elektronen toe? Nou, het is natuurlijk een atoom. Fe. 56, Hun atomen zijn niet geladen. Dus in totaal moeten we ook 26 elektronen gaan verdelen over die schillen. Nou, er staat dat de K- en de L-schil volledig gevuld zijn. Ik noemde het net al even. In de K-schil kunnen twee elektronen. Dat kunt u ook in het periodiek systeem eigenlijk zien. Hè? Hier, de eerste periode zijn twee elementen: waterstof en helium. En de L-schil, de tweede, zijn er acht. Dus acht elektronen in de. L schil. Nou, die andere twee is eigenlijk gewoon afgeklapt in de vraag: 14 elektronen in de M schil en 2 in de N schil. Nou, we kunnen nog even checken of dit inderdaad samen 26 is, en dat blijkt het geval te zijn. Hier staat dus het volledige antwoord op vraag 9. Dan komen we bij de laatste vraag, nummer 10. Hier moeten we aan de hand van BINAS 65a gaan uitleggen wat de formule is van een ander carbonaat die voor rode vonken kan zorgen. Nou, ik hoef het niet eens echt uit te leggen, want er staat hier gevende vraag. Nou, even die BINAS-tabel erbij. Dit gaat over vlamkleuringen. Je gaat gewoon kijken waar staat hier rood. Nou, bij strontium, die mochten we niet nemen, want die was al hier in de tekst vermeld. Maar we kunnen wel bij lithium gaan kijken. Ja, lithium zorgt voor wijnrode kleur van de vlam. Eh, calcium voor steenrode. Nou, lithium en calcium zijn dus de metalen waar het om gaat. Maar let op, het gaat om de formule van een carbonaat. Nou, als je het carbonaat van lithium neemt, is dat Li2CO3. Lithium heeft namelijk een lading van 1+. Het staat in groep 1. Ik kom in als het wel... Eh, 40 a kun je bijvoorbeeld vinden dat lithium 1 plus is. Het staat boven natrium, dat is 1 plus, dat weet je vast wel. Dus heb ik 2 lithium-ionen nodig om die CO3 2 te neutraliseren. Een ander goed antwoord is calciumcarbonaat. Ja, Wat ook calcium zorgt voor een steenrode kleur. De pijl staat eigenlijk een beetje verkeerd, dat had eigenlijk hier moeten staan. Maar goed, CaCO3 is ook goed antwoord. En dan zijn we klaar met deze vraag. Tot de volgende keer.